Hallo allemaal, het is weer tijd voor Blommiepost. Hey, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Belinda en dit is het kneuterige knutselkanaal Crea Blom. En vandaag laat ik weer zien wat ik heb gekregen met de post. En een aantal dingen zijn echt Blommiepost, dus dat hebben mensen gestuurd omdat ze het leuk vinden dat ik het op YouTube laat zien. En andere dingetjes, dat zijn post wat ik krijg bijvoorbeeld bij de activiteit. Een postactiviteit in de Facebookgroep Sneeuwmeel Inspiratie NL. Of via Instagram of Facebook, wat dan ook. Maar in ieder geval, dit is wat ik laat zien. En ik begin gewoon even kijken met deze. Onderaan. En het is van de Sneeuwmeel Inspiratie en het is de zelfgemaakte kaartticketje. En volgens mij had Corella mij getikt. Het is een nieuwe activiteit, dat betekent dat je een zelfgemaakte kaart maakt. Het mag ongeveer 2 postzegels, 1 of 2 postzegels. En je maakt een kaart in het thema van diegene die daarvoor is. En ik had gevraagd, volgens mij een zomerthema. En dit is wat ik heb gekregen. Oh, wat leuk gedaan. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Hier staat summer en dat is wat dikker. En leuke flamingo's en een toucan, vlindertjes, papegaaien. Echt ja, alles wat met tropical staat er nog op. Wat superleuk, een mooi papiertje is het. Heel erg leuk gedaan. En het is inderdaad van Corella. Oh, er zit nog een mooi papiertje bij in. En with love. Achterop staat nog hello, een sticker. En hier staat nog wat leuk. Have a nice day. Wat een leuke sticker zeg. Oh ja, yeah. En een leuk ijsje. Nou, beste Linda, hierbij zelfgekaarte kaartentikkertje voor jou. Hopelijk vind je hem leuk, flamingo zomer. En, oh, dat is pauwpapier. Ja, nou zie ik het. Wat leuk. En, ik zit even te kijken of ik niks ben vergeten. Uit het designblok van de Vibra. En omdat ik ook pauw leuk vind. Nou, wat een mooi papiertje. Ik had het nog helemaal niet gezien, nee. Maar, oh, wat leuk, want ik heb geen Vibra in de buurt. Dus ik vind dat ontzettend leuk om daar eens een papiertje van te krijgen. Nou, dankjewel Corella. En ik laat hem zeker even zien op de groep. Maar ik dacht, ik vind het wel leuk om het hier te laten zien. Nou, en dan heb ik er nu een. En daar staat duidelijk op Blommiepost. Dus ja, ik heb geen idee van wie het is. Wacht, ik heb wel een idee van wie het is. Want het is van Jessica. Een sneeuwmeel van Jessica staat er achterop. Nou, moet je kijken wat leuk ingepakt. Ik ben super benieuwd. Leuk zo'n touwtje. Hè, dan moet je eigenlijk zo'n muziekje onderzetten. Zo'n muziekje. Ja, jullie wachten niet op mijn muziekje, want ik doe het even snel zo, maar even kijken wat erop staat trouwens. Adventure. Adventure is on. Oh, hier staat het ook nog. Do you want to go on an adventure? Oh, wat leuk. Leuk zeg. Ik vind het ook zo'n mooi papiertje. Oh, wauw. Oh, wat leuk gemaakt zeg, van Jessica. Kijk eens, wat leuk. Ik ga straks even kijken wat er allemaal in zit. Ik kijk eerst even wat kleurrijk gemaakt. Kijk eens, oh. Allemaal de kleurtjes van de regenboog, waar ik van hou. Super leuk zeg. Nou, dan zitten hier, heb ik het idee, wat spulletjes in. Oh, leuk. Oh, een mooie post-it. Oeh, die zijn leuk, zeg. Oh, en met een frisdrankje en een visje dus. Die kunnen op elkaar, dat is wel handig. En nog een stukje post-it, wat leuk. Oeh, en nog visjes.
Heel erg leuk. Oh, daar valt één uit. Dat is een mooi vogeltje. Dat hoort denk ik bij de groene. Want de washi tape die plakt overal aan. Dat heb je wel eens vaker. Ik vind dit ook een mooi plaatje. Leuk zeg. En hier. Oh, mooi. Alles in groen stijl. Wat goed gedaan. Paardjes. Oh, die zijn ook leuk. Moet je kijken. Wat een gezellige bloemenpostertjes. En een lekker theetje. Groene thee munt. Heerlijk. Ik ben heel erg benieuwd. En dan hier de gele. Het is gewoon een regenboogsneeuw. Superleuk gedaan. En een pantetje. En ook weer van die leuke post-its. En deze. Oh, grappig zeg. Heel erg leuk. Ik zal even voelen. Doe ik dat er even weer in. En dan hebben we de oranje. Wat origineel zeg. Er zit overal wat in. Wat word ik toch verwend. Leuke sterren. Een pompoen. Oh, nog één. Dit is ontspanning. Pickwick ontspanning. 100% naturel. Nou, dit moet ik dan vanavond maar eens even nemen. En een mooie toucan etiket. Leuk hoor. En er zitten hier nog een paar speeltjes. Ook weer. Oh, wat een mooie post-its zijn dit. Superleuk. En nog leuke roze stickertjes. Nou, Jessica, wat heb je mij verwend zeg. Ik weet niet of er nog ergens een verhaaltje op staat. Nee, dat niet. Maar ik vind hem ontzettend leuk, Jessica. Dank je wel. Ik ga je naam in de pot doen. En ik vertel zo nog even wat over de pot. Dat is deze. Want, nee, dat vertel ik straks even. En ook zo'n mooi papiertje. Heel erg leuk gedaan. Nou, de volgende is deze. En aan het handschrift schat ik in dat het van Willy is. En deze heb ik al eventjes in huis, maar ik vond het wel leuk. En ik vind het leuk dat Willy, wat ik ook wel eens doe, het inpakpapier van de Albert Heijn gebruikt. Hey, ik heb een kikker in mijn keel. Heb ik even een slokje? Ja. Nou, ik hoop dat het slokje heeft geholpen. Leuk dat lintje erom. Ik ga eens even kijken. Boeketten voor jou. Oeh, en zo'n mooi plaatje. Leuk gedaan hoor. Oh, en hier zo'n sticker met een 3D is dat, hè? Met een vlinder erop. Oh, wat mooi. Willy voor Belinda. Ach, wat leuk zeg. How lovely. En dit is, volgens mij zit er zoiets in. Oh, wat. Haal mij uit het plastic en schud. Ik ben een geurzakje. Oh, wat leuk. Zomaar omdat je het verdient. Nou, dat vind ik zo lief. Nou, dat ga ik ruiken. Jammer dat internet geen geurmodus heeft, hè? Nou, ik zal vertellen waar het naar ruikt. Even kijken. Oh, oh. Het ruikt naar hele lekkere wasmiddel. Echt zo'n bloemerige geur. Oh, heerlijk. Nou, weet je, dan leg ik deze in mijn agenda. Of in mijn nieuwe bullet journal. Waar ik dus, ik denk deze week een video over ga posten. Want ik begin in juni daarmee. En ik leg deze daarin. Even kijken of ik hier, ja, ik heb mijn bullet journal. Die wil ik daarvoor gaan gebruiken. Ik ga hem er dus in leggen. En dan gaat hij heerlijk ruiken, lijkt mij. Dus ik ben heel benieuwd. Even kijken, wat een leuke spulletjes. Moet je kijken, wat een mooie vakjes ook. Heel mooi gedaan, met dat bloemrijke papier. Ja, ik hou van. Oh, er zit nog wat in. Jeetje. Oh, ik moet even graaien hoor. Zo, volgens mij is hij nu. Ja, super leuk gedaan. Heel mooi. En de achterkant ook. Oh, die is ook zo mooi. Kijk eens, een mooie. Lijkt wel een postzegel. He? Heel erg leuk. Heel mooi kleurrijk. En kijk eens wat een lieve spulletjes erin zitten. Nou, die kan ik weer leuk gebruiken met sneeuwmelen. Oh, volgens mij is dit een sticker. En dit zijn leuke plaatjes, zo te zien. Ik haal een zakje nu niet open. Dat doe ik nog een keer.
Oh, dit is een mooi vintage kaartje. Oh, die vind ik mooi. Kijk eens. From to. Oh, die kun je ergens nog opmaken. Een tag. En daar zit er nog een leuk briefje in. Die ga ik straks lezen. En deze is ook zo mooi. Nou, Willy, wat heb je me weer verwend, zeg. Het wordt tijd dat ik jou ook post stuur. En daarom heb ik wat bedacht. Want er zijn wat meer mensen die al langere tijd op post van mij wachten. En ik ga daar straks even wat over vertellen. Ik ga eerst nog even verder om nog één open te maken. En dit lieve briefje ga ik straks zelf even lezen. Nou, en de volgende die ik open ga maken is deze. En ik weet van wie deze komt. Ik vind het vogeltjespapier geweldig mooi. Er stond namelijk een, moet ik even goed zeggen, op de Facebookgroep Sneeuwmeel Inspiration stond een oproepje wie het leuk zou vinden om een sneeuwmeel te ontvangen. En ik zag het papiertje en ik vond dit zo leuk. Moet je eens kijken wat leuk gemaakt zeg. En moet je kijken, dit papiertje zag ik. Ik haal dit er even uit. Nou, ik was meteen verliefd. Wat een leuk papiertje al. Wat een lief hetje ook. En hier die mooie hetjes op. Het is echt dat vintage. En ook, er is een merk, Woewoe heet dat geloof ik. En daar heb je ook blikken en zo van. Ik heb geloof ik niet één hier in de buurt. Nee. Maar die hebben ook deze afbeelding. Heel mooi. Kijk hierachter. Oeh, hier zit nog zo'n mooie sticker in. Van een meisje. Oh, echt heel mooi gedaan. Superleuk. En ik had al gezegd dat ik hem binnen had gekregen. En ik had haar ook gevraagd. Hoe kom je aan dat mooie papier? En toen zei ze, ja, heb ik gewoon op internet gezien. En toen heb ik dat geprint. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk een goed idee. En ik voel even, het is ook een heel dun papiertje. En kijk, dan print je dat dus op een A4'tje. Moet je kijken hoe leuk dat eruit ziet. Dus daarom wilde ik hem even laten zien. Ik laat zo even zien wat erin zit. En ze heeft een leuk flapje gemaakt. En er zit er hier nog een zakje in. Oeh, ga ik dat open doen? Oeh. Ik vind dat ze zonde om iets te gaan. Het zit heel goed vast. Nou, ik laat het vast. Ik kijk later wel eventjes. Oh, wacht, hij gaat zo open. Hey, Belin. Nou, dat ga ik zo ook nog even kijken. Ik vind het stickertje ook zo mooi. Nou, ik ben echt heel erg fan van dit soort afbeeldingen. En ik vind het super leuk. En hier heeft ze een briefje van gemaakt. En nou, dat briefje, dat lees ik zelf nog even. En ik weet in ieder geval dat het van Annemiek is. En we hebben dus afgesproken dat ik haar ook even wat terug zou sturen. Kijk, wat een lieve, leuke, kleine stickertjes. Oh, wat leuk. Hey, mooie letters. Dat zijn van die scrabble letters, lijkt het. Die zijn tegenwoordig volgens mij bij de Action te koop. Daar kun je wat mee doen. Oh, mooi postzegel nog. En deze, heel erg mooi. En dan zat dit erin. Thank you. En deze leuke label sticker. Nog twee kleine stickertjes op een soort kraftpapier. En deze leuke giraf. En ik spaar op dit moment even giraffen. Want dat doe ik voor iemand. Ik zeg niet wie. Diegene weet het vast wel. Dus ik moet nog iemand een sneeuwmail sturen. En, of post. Dat wil ik al een hele poos. Ik denk al een jaar volgens mij. En dat komt er steeds niet van. En nu ben ik het dus even in een envelop aan het verzamelen. Oh, deze is ook leuk. Een mooi labeltje nog. En even kijken. Oeh, dat is Roodkapje. Die ken ik helemaal niet. Dit is ook een sticker. Oh, deze is wel heel leuk. Die gaat in mijn bullet journal bij de Roodkapje pagina. En nog een mooi labeltje en twee beertjes. Nou, wat een verwennerij. En dus dat mooie kaartje, had ik die al laten zien? Heel erg leuk. Oh ja, het is een J-toy. J-toy, noem je het? Leuk hoor. Een soort boekenleggertje. With, nou, de rest kan ik niet lezen. By Marco, leuk hoor. En nog een mooie, oh, dat is ook een sticker. Oh, mooi grote.
En nog een labeltje. Nou, wat een spulletje zeg. Dat vind ik heel erg leuk. Nou, het briefje. En dit is dus een aparte. Dit is niet echt Blommiepost van dat ze dus in de pot gaat. Ik heb met haar een afspraak gemaakt. Het is eigenlijk een privé swap. Dit. En dan heb ik nog één pakketje wat ik even wil laten zien. En dat is dit pakketje. Maar voordat ik dit ga uitpakken, wil ik eerst nog eventjes het vertellen. Diegenen die mij post sturen en die ik laat zien op YouTube. Dus Blommiepost, die stop ik allemaal in de pot. En iedere keer als ik bij een bepaalde activiteit een sneeuwmeel maak, dan haal ik er één uit. Alleen, de laatste tijd zijn er best een aantal die mij post hebben gestuurd. Dus het potje wordt wat vol. Dus nu heb ik bedacht dat ik 4 mensen een gevulde envelop ga sturen. Want ik heb een aantal hele lieve, leuke poesieplaatjes die ik leuk vind om te versturen. En er zitten allemaal verschillende in. Vlindertjes, engeltjes, een beetje 50-stijl. En nou, nog andere spulletjes. Kijk, mooie etiketjes. Deze vind ik ook heel mooi, van een beetje natuurachtige. Met vlindertjes en vogeltjes, zoals deze. Dus er zitten verschillende dingen in. Dit wil ik graag. Dan wil ik daar een envelopje mee vullen. En ik had hele leuke stickerboekjes gezien. Dat zijn deze. En ik ga daar dus ook een sheet uithalen voor diegene. En deze, dit is een doorzichtige. Maar dit is zomer. Dus ik dacht, dat is misschien ook wel leuk. Dus diegene die krijgt daar ook zo'n sheet bij. En dan is het even nog een verrassing wat ik er allemaal in doe. Maar in ieder geval ga ik dit keer dus 4 envelopjes. En nou, zoals Willy komt er nu nog bij in. En Jessica komt erbij in. En uit al die mensen die mij dus Blommiepost hebben gestuurd, daar ga ik dus 4 uit halen. Ik heb nog iemand anders die ik er al uit heb gehaald. Omdat ik in de vorige video dus ook post heb gemaakt. Ik heb dat hier nog liggen. Dat is dit. Hè, wat ik de vorige keer maakte. Nou. Deze. En ik ben op dit moment dus 2 video's achter elkaar aan het maken. Omdat het, ja, ik dacht, hey, het is Pinksteren. Het is wel leuk om 2 video's te uploaden. Maar in ieder geval, dus dan kan ik in 1 keer 5 mensen post sturen. Dus dat leek me wel leuk om te doen. Dat dus even tussendoor. Dus stuur je Blommiepost. Ik zal beneden even hoe je mij post kan sturen. En dan kom je dus in de Blommiepot, om zo te zeggen. En iedere keer als ik post maak voor YouTube, dan haal ik iemand hier uit die ik dan die post stuur. Nou, het laatste pakje is dit. En dit is een pakje van Willy. En ik had al een pakje van Willy. Dat is gewoon Blommiepost. Maar dit is wat ik bij haar heb besteld. Want Willy, die maakt gelukspakjes. En dat maakt ze voor het goede doel. En het goede doel is de Cleanie Clowns. En ik zal haar Facebookpagina even onderin zetten. Waarbij zij dit soort dingen verkoopt. En ik weet dat ze het ook verkoopt op, ik dacht, sneeuwmeelverkoopgroep van Facebook. Maar anders, ik zal even met Willy overleggen wat ik precies in de beschrijving kan zetten. Waardoor jullie haar kunnen vinden. Nou moet je kijken wat prachtig dit is. Ik heb dus 2 setjes besteld. 1 met dit super mooie rood met witte stippen poppetje. En dan dacht ik, nou die plak ik dan in mijn bullet journal. Maar nou, dit is wat ik dus heb gekregen. En de opbrengst gaat dus, en ik denk minder postzegels of, en misschien geeft ze wat materiaalkosten, maar gaat een gedeelte van naar de Cleanie Clowns. En dat vind ik heel erg belangrijk om even te vermelden. Dit vind ik wel heel erg geweldig. Het is het Gorgeous meisje. Het is een soort 3D-achtig iets.
Wauwie. Prachtig. Het is een kaartje. En daar zit een 3D gorgeous op. Heel erg mooi. With love. Ik doe het even weer straks in het zakje. Want die bewaar ik. Er zijn een aantal mensen die gorgeous heel leuk vinden. Hey, volgens mij is dit een Clinic Clown sticker. Al weet ik dat niet zeker. Maar dat zal Willy hieronder vast wel kunnen vertellen of dat zo is. En in een zakje heb ik gekregen. Och jee, wat een boel zit hierin. Er zit hier nog voor een sticker op. En er zit hier sneeuwmeelgelukjes heet het. Wat super leuk. Een mooie gorgeous sticker. En dit is ook een sticker. En gorgeous is van Santoro. Dit is een 3D plaatje. Wat prachtig. En dan nog zo'n diecut. Oeh, die vind ik ook zo mooi. Met een envelop. Oh, een hele leuke. Nou, dat kun je eigenlijk wel als cadeau doen. Er is een leuke cadeaukaart van. Bijvoorbeeld als je bij de Action of zoiets een cadeaukaart koopt. Dan zou je hem hierin kunnen doen. En dan kun je hem dus versturen. Heel erg mooi. En deze, het is een, volgens mij is het een diecut. Het is geen sticker deze, dacht ik. En dit ook. Of zal het nou wel een sticker zijn? Nee, het is denk ik geen sticker. Het zijn diecuts, denk ik. Willy, dus A, wil je even vertellen of dit diecuts zijn of stickers? En wat was het tweede wat ik wilde weten? Nou, dat ben ik alweer kwijt. Och, ik heb nog een poppetje gekregen. Woe, dat vind ik leuk. Dan kan ik iemand die ook heel erg van rood en witte stippen houdt, kan ik nog eens een keer verrassen met zo'n mooi poppetje. En hier allemaal van die mooie merkjes van Santoro. He, want Santoro is de stier. Oh, daar zit achterop ook nog koortjes. Oh, kijk eens wat leuk. Wat gezellig. Nou, en dan heb ik dus nog een pakketje. En er zit ook weer zo'n. En ik denk dat dit dus de Clinic Clowns sticker is. Wat een leuke bestemming, hè? Nou, en er staan ook sneeuwmeelgelukjes op. Het ziet er prachtig uit. En daarin dus ook zo'n mooi meisje. Hè? Super leuk gedaan. Heel mooi. En er zitten deze twee in. En er zitten ook weer een aantal van die kleintjes in. Heel erg leuk. Dus nu kan ik een keer een gorgeous sneeuwmeel maken. En deze op het paardje. Ik heb deze stempel, heb ik. En nog zo'n mooie sticker. En dan dit. Ik weet niet wat het precies is, maar ik vind het wel heel mooi. Ja, je kan er iets tussen doen. Bijvoorbeeld als je hem nou hier vastmaakt, zou je hier nog wat in kunnen doen om het dan te versturen. Dat is natuurlijk heel leuk. Hey, en weer zo'n prachtige envelop. Heel erg leuk gedaan. Nou, het is wel een pakketje hoor, wat je dan krijgt. Super leuk. En in zo'n mooi zakje. En het is ook leuk om weg te geven dus. En nou ja, ik heb het even nu voor de video even opengemaakt. Maar het ziet er echt prachtig uit. En nou, je moet zelf dan maar even kijken op Facebook. Ik zal dus het linkje hieronder zetten. En ik zal ook even zeggen op welke groep ze ook aanbiedt. Ik dacht dat dat sneeuwmeel verkopen is, maar ik weet het niet zeker. In ieder geval, dit is wat ik daarvan wilde laten zien. Nou, dan hebben we volgens mij alles gehad deze keer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden ter inspiratie. En nou, ik wens jullie natuurlijk weer een heerlijke dag. En nou, ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. En graag tot de volgende keer. Toedeloe!